We hebben in een container hebben wij een mes gevonden. Oké. Daar is mijn mes, dacht ik. Dat is mijn mes. En zegt ze, kogelhuls hebben we. Goedemorgen, middag, avond. Mijn naam is Adi Sanders Reis. Ik speel de rol van Nando. Is dit alles wat je hebt? Wij zijn Dos Santos, vrienden. Coole kikker, maar ook wel een heet hoofd tegelijkertijd. En we staan hier bij onze locatie. Operatie De Drankhandel werd vanuit hier gerund. En dit is wel de locatie waar we de tofste scène hebben gedraaid, vind ik. Heleboel wapens. Geen echte wapens natuurlijk, of wel echte wapens, maar geen echte kogels. We hebben daar lekker les in gehad om te mogen schieten. Ik jammer genoeg niet, maar de rest is al. Kom, we kunnen ook even kijken. Is cosa e nasa. Is cosa e nasa. Die heeft ook nog een rol gekregen, die heftruck die ziet. Zoals jullie zien is er niet meer echt veel drank meer over. Dat hebben we natuurlijk allemaal opgedronken. De grog moest helaas worden teruggestuurd naar Caverië. Dus daar zijn ze daar aan het genieten van de grog. En wij zijn nu hier weer. Amar, amos! Arre traboi, mos! Dit is de loods en daarboven, waar je die raampje ziet, dat is ons kantoor. En hier kom ik zo aangelopen. En dan zeg ik tegen Kikker, wat is er dan? En dan staat Kikker daar en dan zie je hier allemaal mafkezen met bivakmutsen op. Ja, was tof. Maar dit is wel echt de plek. Dit is de plek. Kijk, die bank. Die bank heeft ook nog een rol gekregen in de serie. Die moet er eigenlijk ook op. Die bank is daar. Hier sta ik dan ergens. Eigenlijk moeten jullie precies die scène zo monteren. Dan sta ik hier, sta ik boos naar rond te kijken. Omdat hij bij de hand de opmerking maakt. Waar komt dit geld vandaan? Wat vraag je dat ook wanneer we geld op je rekening storten, of wat? Oké, je hebt dus geen antwoord. Helder. Okay. Altijd zelf okay. Liefje, man. Het is goed, jongens. Kom. Het is oké. Denk er gewoon even over na. Leuk om er ook weer te zijn. Daar in dat hokje wat je daar achter mij ziet, daar hebben wij een hendel. En op het moment dat Kikker even niet oplet, dus hij heeft ons onder schot, maar op het moment dat Kikker even niet oplet, dan weet ik dat daar een hendel zit, een veiligheidshendel, waardoor die rolluik naar beneden valt. En die rolluik is kogelverend. Dus op het moment dat ik Edson, dat Nando Edson een seintje geeft, spring ik snel achter dat hokje, doe ik dat hendeltje omhoog, valt die rolluik naar beneden. En wij snel nog eronder door. Ja. En zo zie je maar weer, gebroeder Santos, je mag het proberen wat je wil, maar die jongens zijn gewoon echt, die komen echt van dit. Dus die waren overal op voorbereid. Ja. Helaas worden we daarna wel gepakt door een andere gang. De meeste mensen noemen ze politie. De gang. In Rotterdam is dat gewoon ook een gang. En die nemen ons mee helaas. Kijk, en dit was dan die rolluik. En die gaat nu niet naar beneden, hè. Of ik weet niet eens of die er is, want die hadden ze eigenlijk gewoon... Die hadden ze gewoon gemaakt ervoor. Hier viel dat rolluik. En dan had je hier zo'n klein... Dat mogen jullie ook weer monteren. Hier had je zo'n klein raampje en dan stond ik doorheen naar Kikker te schreeuwen. Ah. Je hebt nog 10 minuten voordat Scout hier is. Wat nu? Je gaat zien, vriend. Wat wil je doen? Wil je iets doen? Moet je hier komen. Ah. Ah, dank ze wel. Ik denk wel, uit de serie is dit wel de scène geweest met de meeste adrenaline. De meeste spanning. Wat zei jij nou, wat voor leks, wat er was gebeurd? Jullie hebben hier volop staan filmen natuurlijk. En er werden heel veel geschoten. Ja. Nou, en losse vlodders overal heen. Nou ja, we hebben er heel veel opgeruimd op de grond. Nou, alles dachten we is er weg. Weken gaan voorbij, word ik gebeld door een klant. En daar hadden wij een container voor geladen voor Barbados. Ja. Die belt op en die zegt, joh, ik heb een hele rare vraag. Ik zeg, een rare vraag? Ja, over een geladen container. Ik zeg, oh. Ja, maar het is echt een hele vreemde vraag, zeg maar. We hebben zoiets geks ontdekt. Ik was ook een mes, was ik al kwijt een tijdje. Dus ik denk, nou, waar heb ik mijn mesje nou van? In dit vak moet je wel een ziel opensnijden om mes af te halen. Dus, mes ook kwijt. Dus, nou, toen zegt ze, we hebben in een container hebben wij een mes gevonden. Oké. Daar is mijn mes, dacht ik. Dat is mijn mes. En zegt ze, kogelhulzen hebben we. Ik zeg, kogelhulzen, maar kwartje viel nog niet gelijk.
toen we in de stad, toen dacht ik ineens, oh, wacht even joh. Ik zei, nee, dat is van die serie. En dat is van de serie, ja. Dat is op een pellet terechtgekomen. En dat is zo de container. Dat is goed, dat je, goed dat je het meteen hebt kunnen uitleggen. Volgende keer wat we doen, we sturen een fles grog naar de loods. En de volgende keer dat je een container stuurt naar Barbados, dan moet je die fles grog in die container stoppen. En dan moet je zeggen, dit is namens de serie, Santos. Okay. Ja, toch? Ja, leuk.